keukens die kippen uit in een broeierij, zonder ooit zelf een moederkloek te zien te krijgen. Mm-hmm. Dat is... En ook in de rest van hun leven zullen zij opgroeien onder leeftijdsgenoten, zeker bij de vleeskippen, zonder zelf een ouder dier te zien. Opnieuw een zeer onnatuurlijke groepssamenstelling, waarvan je kunt denken van, ja, dat moet ergens op een bepaald moment ook beginnen wringen. Als het zo onnatuurlijk is, je groepssamenstelling, dan kan je eigenlijk vanuit gaan, dan moet proberen problemen ook veroorzaken. En natuurlijk ook weer heel wat positieve welzijnseffecten die zouden kunnen gepaard gegaan zijn van het contact tussen een moederkloek en haar kuikens, die aan die diersoort volledig ontnomen worden. En het is natuurlijk een realiteit van de pluimveehouderij dat in de huidige bedrijfsvoering helemaal niet inpasbaar is. Maar de vraag die we ons hier wel mogen stellen, wat zijn de gevolgen daarvan voor het welzijn van de dieren? Nu, men is ook meer en meer tot het besef gekomen, zeker in het onderzoek en in de wetenschap, dat heel waarschijnlijk toch wel belangrijke gevolgen heeft voor het latere gedrag van de kuikens. En daarom is er ook onderzoek gebeurd naar hoe dat men toch ten dele een aantal van die functies van de moederkloek zou kunnen gaan vervangen of zou kunnen gaan simuleren op een manier dat misschien toch wel haalbaar is in de pluimveehouderij. Mm-hmm. En dat is die idee van de artificiële broedplaten die een klein beetje de functie van de moederkloek proberen te vervullen. En wat zijn zo'n broedplaten? Dat zijn laaggehangen warmtepanelen, waar dat het donker is en waar dat het knus en warm is. En het idee is dat een klein beetje de geborgenheid en de warmte van onder de vleugels van de moederkloek simuleert en verwaarloost. Ook heel belangrijk voor die kuikens is die geborgenheid die ze kunnen vinden, die veiligheid die ze kunnen vinden. En dat is een typisch deel van het maternaal gedrag dat je dus ziet bij kuikens in een meer natuurlijke omgeving, dan ze onder de vleugels en onder het lichaam van de moeder hen komen schuilen, waar dat ze zich ook veilig voelen. Dat kuikens die met een moederkloek opgroeien en ook een beetje als kuikens met zo'n broedplaten kunnen opgroeien, dat ze minder diergericht zijn op een latere leeftijd. Dus dat ze meer omgevingsgericht zijn en minder diergericht zijn. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is omdat het gebrek aan omgevingsgericht zijn vaak de oorzaak is van verenpikkerij. En daar zijn onderzoeken naar gebeurd van welk effect heeft dat nu voor de kuikens en ook voor een latere leeftijd. En daar komen vaak positieve dingen uit. Dus op het moment zelf, als die broedplaten aanwezig zijn, mm-hmm. is dat inderdaad een plaats dat de kuikens naartoe gaan als ze willen rusten en inactief zijn. En op momenten dat ze wel actief willen zijn, dan gaan ze weg uit die broedplaten en gaan ze de beide wereld, dus de stal in. En dan krijg je een mooie soort functionele zones, een zone waar dat het rustig is en warm om te slapen en een andere zone waar dat het kouder, lichter en dergelijke is om actief te zijn. Dan krijg je dat eigenlijk door een zeer arme en barre omgeving, dat de dieren onvoldoende geïnteresseerd zijn in hun omgeving of mogelijkheden hebben in hun omgeving om een natuurlijk gedrag te uiten, zoals scharrelen, stofbaden en dergelijke meer, dat ze eigenlijk hun gedrag gaan omleiden naar het pikken op hokgenoten. En dat is verenpikkerij, dat vaak leidt tot cannibalisme en dat een van de voornaamste welzijns- en ook productieproblemen is in de pluimveehouderij. En zo zie je maar dat het belang van een goede start, een natuurlijke goede start, heel belangrijk is doorheen het leven van een kip.